Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Content V. De fritswisselinator. Nog één keer. Oh, oh! Wat gebeurt er? Wat ben je dit? Is ingezet. Alles draait! Boos! Boos! Fred! Ik zat... het is gelukkig over de duizeligheid. En nu de blindjes nog. Hoppakee. Ik stond met Fred en de drukte stonden we daar. Ineens zie ik hier een bed en geen nee. Jij mag kiezen. Ik mag kiezen met wat? Wat er gaat gebeuren of... Nee, waar je gaat staan. Zeg niet dat ik jou wil zo. Nee, Fred! Nee, alsjeblieft. Ik zeg het je. Nee, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja! Oh, het is gelukt! Hallo beste kijkers, daar zijn we weer met een nieuwe video. Ik ben Max en je kijkt weer naar Content Veen. Waarom zeg ik dit allemaal? Ik snap het nog steeds niet allemaal wat er gebeurd is. Ik zit natuurlijk in het lichaam van Fred, maar ben nog steeds mezelf. En ik weet niet wat ik moet doen. Jongens en meisjes, we zitten nog steeds in de cel. En ik heb gekeken naar een uitweg, maar die is er gewoon niet. Oh nee, daar komt Robin aan. Hij weet gelukkig dat ik het ben. Hoi robot. Hoi, ik ben Fred. Dus, wat gaan we doen? Jij gaat eruit? Ik wil er heel graag uit, maar ik weet niet hoe. Nou, er zit hier gewoon een hendel. Ik kan je er gewoon uitlaten. Had je dit niet wat eerder kunnen zeggen of zo? Nou, kom je net pas aan, toch? Dus nee. Jij ongelofelijke hoofd. Auw, dat doet pijn. Ja, mond houden, kom maar aan lopen. Oké, maar waar gaan we naartoe dan? Nou, ik weet dat hier die cel was. En en beneden was een apparaat. Daar gaan we nu naartoe dan, als je dat goed vindt. Daar ben ik van gewisseld, dus ik wil inderdaad snel door. Kunnen wij doorgaan? Hou jij de deur voor mij open? Ja, dat doe ik al. Dat loopt er maar gewoon door. Sorry, dan doe ik deze wel. Ik hou hem open. Ben je er doorheen? Ja, kom maar. Even kijken. Als het goed is, is het dan hier beneden? Ik krijg flashbacks. Hele erge. Ik vind dit niet leuk om hier te zijn. Ik ruik gewoon die Fred. Ja, ik ruik hem ook. Maar dat komt omdat jij achter me loopt met die motorolie. Hou op. Niet doen. Vrienden blijven. Graag. Max, ik heb hier zo geen zin in. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik wil gewoon verder aan het huis wat jij af zou maken. Jij hebt me nog steeds niet betaald. Maakt ook niet uit. Dat ga ik ook niet doen. Dus, wat moeten we nu gaan doen? Waar stond jij? Ik stond aan de witte kant, maar Fred stond aan de groene kant, want Fred houdt van groen. Dus, waar moet jij gaan staan uiteindelijk? Blauw, groen, maakt niet uit. Dat is de reactor. Nuttig. Nee, ja. Hou op. Dus, En nu? Ik weet het ook allemaal niet meer. Nou, oké, dan ga jij straks gewoon in groen staan, want daar stond Fred. Dus daar sta jij nu ook met Fred zijn lichaam. En dan moet het goed komen, denk ik. Maar wat gaan we dan nu doen? Nou, ik zag boven ergens nog een teletubby lopen. Misschien kunnen we hem ook eventjes met een plannetje helpen of zo. Of dan kan hij in ieder geval ons helpen. Dan, dat. Maar wacht eens even, deze trap gaat naar boven, maar ik weet niet waar dit is. Nou, gewoon als je naar beneden loopt bij jouw kasteel, niet zo moeilijk. Wat bedoel je? Waar dan? Ik snap het niet. Nou ja, gewoon hier. Wat is dit gewoon hier? Sinds wanneer zit dat daar onder die trap? Vraag je dat nou aan mij? Weet ik veel. Jij weet ook niks, jij noob. Jongens en meisjes, ik had nooit verwacht dat die ruimte hier onder mijn trap zat. Als ik dat had geweten, had ik daar wel wat mee gedaan. Oh ja, allemaal, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen als jullie het... Wat doe je hier? Sorry, ik loop wel even weg. Ik ben het niet meer gewend. Sorry. Yo. Daag. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen als je die... Maar beste kijkers, vergeet zeker niet het duimpje omhoog te doen als je de verhalen van Fred en iedereen leuk vindt. En vergeet ook niet te abonneren en laat even weten in de reacties hoe jij denkt dat we Fred weer aardig kunnen krijgen. Daar vloog weer iemand naar beneden, maar we gaan wel even verder. Daar! Maar goed, waar is die Robin? Wel weer? Oh, daar. Hoi. Hoi, Jacob. Dat is... Ja. Oké, even kijken. Waar moesten we naartoe? Waar zag ik die Teletubby lopen? Even kijken. Ik weet het eigenlijk ook niet. Waar stond ze? Waar stond hij? Daar staat hij. Oh ja, ik zie hem ook. Ik weet niet, kan ik springen in je? Auw. Ik heb roestige knieën. Auw. Ja, maar we moeten nu inderdaad hier naartoe.
Ah, ja. Hallo, Teletubby. Hallo. Hallo, Julian. Huh? Teletubby, dit is, Max. Ja, Max. Je herkent me wel toch? Julian, hallo. Ik ben het, Max. Wauw, wat is er gebeurd? Wacht, hè? Ja, lang verhaal kort. Ik heb hier ook helemaal geen zin in. Dit is Fred, maar ook weer Max. Maar in het lichaam van Fred met de gedachten van Max. Goed verwoord. Ik ben Max in het lichaam van Fred. Snap je het? Ja. Oké, ja. Ja, ik geloof het eerst ook niet hoor, maar... Want het komt... Nee, maar... Ja. Ja. Maar, dus jij beweert dat jij Max bent? Dat heb je inderdaad goed. Ik ben Max, de koning van deze stad. Kan je dat bewijzen? Of? Ik ben Max, ik ben de koning van de stad. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat kan Fred ook zeggen. Hoe kan ik het bewijzen? Ik weet het al. Het laatste wat jij, Julian, kan herinneren is de zon. Haha, dood. Dood, sorry. Dat was wel zo, ja. Haha, dat weet ik. Ik ben Max, de koning van de stad. Ja, dus geloof je dat nou? Of? Ja, op zich. Ja, Mooi, dan is het voor mij bijna klaar. Het is lastig om te moeilijk om te begrijpen. Maar oké, ja. Maar Julian, ik wil jou vragen om mij te helpen samen met Robin, want ik wil terug veranderen. Nou ja, eigenlijk heb ik hier totaal geen zin meer in. En ook helemaal geen... Ik ga gewoon niet meer mijn probleem. Dag, joe, Teletubbies probleem, joe. Oh. Oh, dan maar samen, dat kunnen wij wel, toch? Ja, maar wat moeten we dan doen? Kunnen we jou niet gewoon terughalen, gewoon terugtransformeren? Nou... Er is een Fred-verwisselinator, maar daarvoor hebben we Fred nodig in Max zijn lichaam, maar wel met Fred halve gedachte. Oké, dus dan moeten we eigenlijk nu gewoon Fred gaan zoeken. Ja, dat klopt, maar ik denk dat ik wel weet waar we moeten gaan zoeken. Kom mee. Oké, Julian, wat me handig lijkt is dat we allebei stiekem gaan kijken daar in de troonzaal, kijken of ze daar zijn. Ik dacht van wel. Want mijn sensoren die ik in dit pak heb, vingen dat al op. Oké. Moet ik hem dan lokken? We moeten hem in de val lokken beneden. Ja, oké. Je weet waar, dat heb ik je verteld. Ik ga meekijken, maar ik blijf op de achtergrond. Ja, blijf schuilen, ja? Ja, komt-ie. Stil. Oké, René. Mijn vriendin, die ik al jaren ken. Wij zijn al jaren samen natuurlijk. Ik vertrouw jou. Jij vertrouwt mij. Ik heb je verteld over de opsluiting van Fred. We sluiten ons aan bij Frederik. Frederik de Almachtige vanaf nu. Dat is nu, jawel. Al die tijd vond ik hem al leuk. Al die tijd. Hij was al de beste. Al die tijd. Dus je kunt gaan. Dit is het nieuws wat ik je zo graag wilde vertellen. Ik, Max, de koning. De echte. Niet Fred. Vooral niet Fred. Oké? Max. Hey. Je moet iets belangrijks vertellen. Hallo. Fred is ontsnapt. Fred is... Ik ben... Oh, Fred, de robot is ontsnapt. Ja, Fred is ontsnapt. Waar? Waar is hij? Ja, beneden. Er was echt overal puin en zo. Overal puin? Ja. Oh, ik koning Max zal helpen. Ik ga helpen. Laat mij zien waar die zit. Ja, oké. Alarm. Waarschuwing, alarm. Daar gaan ze. Dus koning Julian. Ik ga daar achteraan, maar wel zachtjes. Waar gaan ze heen? Ze gaan goed. Mooi. Ze gaan goed. Daar gaan ze. Hier zo. Zachtjes achteraan. Oké, ze zijn hier naar rechts gegaan. Ik moet zachtjes doen. Hij is echt weg. De cel is leeg. Verraad. Alarm. Hoezo? Wat is dit? Ik wist het al. Je wist wat? Ik, Max? Nee. Storing. Jij en Max zijn verwisseld. Haha, Fred. Max. Fred. Hoe heb je me doorgehad? Max. Hoe kan dat? Max had me verteld met Robin. Maar ik ben Max. Zie dat. Dat is Fred. Nee. Hij ziet eruit als Fred. Hij klinkt als Fred. Nee, dat is Fred. Is niet waar. Ik kom weten wat hij weet, wat ik weet en jij niet weet. En nu? Nu gaan ben jullie, ik weer de baas. Nu gaan jullie elkaar weer terugwisselen. In eigen vorm. Nee. Alarm, nee. Sukkel. Slecht, fout. Ja. Je bent slecht. Je bent niet goed voor deze maatschappij. Ik ga ervoor zorgen dat jij vanaf nul gaat beginnen. De draadjes ga ik opnieuw vastmaken. Nee, Frederik, reageer. Oh, dat zit niet meer in me. Oh nee. Helaas, ik heb die functie uit laten zetten. Je kan me niks. Ik ben van ik ben niet meer van staal. Oh nee. Julia. Jij gaat nu meekomen. We gaan deze man naar buiten helpen. Gevaar. Stop. Ga.
Kom, naar buiten. Oh. Meekomen, Fred. Geen gekke dingen doen. Dit zal ik je betaald zetten, Max. Ik jou ook, Fred. Gaan we naar de verwisselaar? De verwisselaar, hoe jij dat noemt. Oh, snel. Ik wil niet. Ik vind het leuk als mens. Dit was altijd al mijn droom. Waarom doe je dit? Jij hebt pech. Ik wil weer terug. Ik hou van groen. Dan heb jij pech. Ik ben Fred's lichaam. Jij gaat naar wit. Ja, ik hou van groen. Ja, ik ook. In dit lichaam. Ik wil de groen. Jammer voor je. Ik wil niet wisselen. Ik vond het leuk als mens. Waarom doe je dit, Max? Waarom laat je mij niet mens zijn? Jij hebt pech. Je hebt al lang genoeg in mijn lichaam gezeten. Ik wil weer gewoon terug. En dan ga ik ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Ja. Doe het maar snel dan. Julian. Ja. Druk op die hendels achter jou. Zorg dat het snel gebeurt. Ja, zijn jullie klaar? Nee. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Ik ben er klaar mee. Daar gaan we. Oh nee, daar. Yes, eindelijk. Dag Fred, jij sukkel. Ja, volgens mij is het gewerkt. Alleen ik zie nog niks. Ja. Gewerkt? Julian. Het is gewerkt. Het heeft gewerkt. Praten. Ik kan gewoon weer normaal praten. Fred. Wat is er met Fred gebeurd? Fred. Volgens mij zet hij uit. Wacht even hoor. Ik zet hem weer aan. Oh. Het is volgens mij niet gelukt. Kan jij het proberen? Die. Hey, ja. Fred. Oh, je bent weer Hallo, groen. Ik ben Fred. Hij is weer groen. Fred, ik wil die helemaal doodmaken en uit elkaar halen en weet ik nee, wel allemaal. Nee, ik ben Fred. Ik voel me blij. Ik voel me vrolijk. Ik voel me... Fred, wacht even. Fred, wacht Fred, even. Ik hou van groen. Wacht even, Fred. Ik hou zoveel van groen. Zoveel van groen. Veel van groen. Ik hou van groen. Oh mijn god, Fred is weer normaal. Ik wilde hem net helemaal uit elkaar gaan halen en straffen voor het feit dat hij mij had omgeruild. Het was even zo raar allemaal. Ik wist gewoon niet wat ik moest beschrijven hoe ik me voelde net als Fred. Maar hij is weer groen. Oftewel, Julian, hij is weer... Hij was gecontroleerd door Frederik, zeg maar. Dat waren die rode ogen van hem. Dan was hij zeg maar onder de spel. Slecht. Was hij slecht, was hij kwaadaardig. Frederik had zijn systeem gehackt of zo, weet je. Maar hij had nu weer groene ogen. Zo zag eruit zoals Fred zelf. Oh, Fred is terug dus gewoon. Ik wilde hem helemaal, ik was boos op hem, maar dat hoefde eigenlijk helemaal niet. Wat bizar dat dit hier onder zit. Ja, in principe, als er niks met hem aan de hand nu is, mag je wel weer hier wonen. Alleen... Oh, Fred, jezus. Fred, zit er nog enig systeem van Frederik in jou? Frederik is boven in de ruimte met de Kaboom 3000. Dat betekent dus dat er niks van Frederik in zit. Je bent, wat weet je nog meer? Wat weet je nog meer, Fred? Wat heb je gedaan in de tussentijd dat je mij was? Wat? Wat heb jij... Jij was even in mijn lichaam. Wat heb jij in die tussentijd gedaan? Ik ben Fred. Hij weet het helemaal niet meer. Ik haat je echt. Af en toe, Fred. Af en toe, echt. Fred, ik heb een plan. Julian, enorm bedankt voor het helpen. Robin, ja, ook bedankt voor het helpen. Maar die is hem uiteindelijk gewoon geboet. Ik bedoel, hij heeft me geholpen met ontsnappen. Met haar en ging hij gewoon weg. Halve help. Maar dankjewel dat je hem even hem gelokt hebt. En je ziet hoe... Oh, hij gaat richting het water. Fred! Fred, je kan niet tegen water! Fred, stap terug. Ik weet dat je van groen houdt dat in het water zit. Fred, niet in het water. Wat gebeurde daar? Ik ben zo blij dat ik wil gaan zwemmen, maar ik kan niet zwemmen. Je mag niet zwemmen, dan krijg je een storing. Kom hier, Fred. Ik heb een idee. Julian, dankjewel. We spreken jou later weer. Ja, is ik goed. Moet Fred even een update geven. Groen. Fred, kom mee. Fred, ik ga je wat laten zien, oké? Okay? Groen. Fred. Het spijt me dat we zo hoog moeten. Ik weet niet of je tegen sneeuw kan. Is dat niet goed slecht voor jouw systeem? Ik heb mijn opwarmvoeten aangezet. Oh, je verwarm je voeten dan aan. Ja. Oh, oké. Hey, kom mee. Dit wilde ik eigenlijk geheim houden, maar ik heb jouw hulp denk ik een beetje nodig. Ik heb hier een... dit is een satellietschotel. Mooi, rooksignalen, net als de Indianen. Dat exact. Is vroeger, dat deden zij toen ook al om gevaar op te wekken. Om te exact. Laten zien dat er gevaar was. Zo communiceerden ze met elkaar. Dit is ook wat jij wilt proberen Fred, met deze satelliet. Ik snap. Ik ben Fred. Het is wel ondergesneeuwd, dat is wel jammer. Maar ik wil hier beneden, wat ik je zo meteen ga laten zien, daar wil ik een raket gaan bouwen. En dan wil ik met die raket wil ik naar Frederik gaan, want het moet... Wat ben je aan het doen? Oh, god, er loopt de geit zeker. Hallo, geit. Fred, ik wil Frederik voor eens en altijd afmaken. Het is klaar, hij heeft jou voor de laatste keer overgenomen. Met zijn Kaboom 3000, weet ik wat volgens mij. Ik wil een raket bouwen. Ik kon naar boven gaan met jou. Oké, okay. Hallo, hier ben ik. En dan wil ik dat het gewoon af is gelopen. Dus kom maar mee met mij naar beneden. Fred, wat... Ik ben te laag. Waar sta ik op? Oh, nee, er is een raket...
Nee! Huh? Deze heb ik helemaal niet gebouwd. Jongens. Wacht even hoor. Fred, 2 seconden. Ik ben heel even van mijn hele apropos. Ik kan me niet herinneren dat ik hier een raket heb gebouwd. Nee, dat weet ik zeker. In mijn vorige video daarvoor heb ik dit hele lab gebouwd, jongens. Zie je, mijn spullen staan er zelfs nog. Mijn bouwspullen staan er nog. En waar komt die raket vandaan? Fred, zeg maar niet dat... Oh mijn god, jij hebt in mijn lichaam gezeten natuurlijk. Fred, heb jij dit gemaakt? Ik ga het even afmaken. Oh nee, dit heb jij gemaakt, hè. Dit heb jij gemaakt. Bommetje, cijfer. Wat? Wat is dit? Dit bommetje heeft een cijfer nodig. Maar dat weten we nog niet. Oh, maar heb jij hem gemaakt? Waarom heb jij een raket in mijn lichaam ook? Okay, gadverdamme. Dus ik heb hem eigenlijk gemaakt, maar jij hebt hem gemaakt. Maar mijn handen hebben dit gemaakt. Ik vind hem weer goed gelukt. Ik kreeg nieuwe orders. Ik dacht, dit moet ik meteen uitvoeren. Meteen groter en beter. Wacht, wat heb je? Dit heb je voor Frederik. Dit heb je voor Frederik moeten maken weer. Uiteindelijk niet meer dus, want hij is er niet. Hij heeft het niet nodig. Hij heeft hem voor mij geprogrammeerd. Ik had hem nodig. Waarom heb jij hem nodig? Waar gaat hij heen? Omhoog. Ja, maar... Oh, er zit ook hier een... Oh, je kan ook recht in. Oh mijn god. Het is inderdaad om weg te gaan. Waar gaat hij heen? Wat is de planning hiermee? Ik heb meer ruimte gemaakt, zodat ik lekker kon zitten. Samen met mijn allerbeste wacht vriend. Wacht even. Wacht even. Kom eens terug. Wat is het nut van deze raket? Waar gaat het heen? Waarom heb je deze gemaakt? Ik moest van de aarde vertrekken. Voor? Omdat Frederik dat zei? Ja. Omdat? De kaboom samen met deze bommetje vraagteken gingen samen Contact Veen laten ontploffen. Oh mijn god, is gingen wel is gaan. Maar deze raket gaat nu dus naar Frederik toe. Uiteindelijk wel, ja. Als ik op de startknop druk. Dan ga ik mee. Ik ga mee. We gaan nu zelfs. Ik heb niet eens spullen nodig. Ik heb eten bij me. Ik weet niet eens waar mijn andere spullen zijn. Ik had ook nog een pickaxe en een shovel, maar die heb jij... Waar heb je die gelaten? Dat, allemaal niet belangrijk. We gaan nu, oké? Okay? Ik wil nu gaan. Ik wil naar Frederik toe. We gaan het eindigen. Ik weet niet dat zo verstandig is. Hoezo? Nou, helaas, we gaan gewoon. Jezus, wat is dit allemaal? Wat een rommelhok. Waarom heb je zoveel rommel hierin? Dat zijn allemaal ruikbare spullen. Oh, mijn god, dus dit gaat naar Frederik toe. Dit. Oh, dit is de control room. Ik snap hem al. Fred, weet jij hoe dit ding werkt? Ik ben Fred. Jij bent Fred, ja. Weet je hoe dit werkt? Ja. Hoe dan? Nou, dat ga ik jou haar fijn vertellen. Het zal allemaal wat sneller gaan dan je denkt. Ga zitten. Ik ga lekker zitten. Riem vast. Er is geen riem. Het is letterlijk een stenen stoel. Als je dat best vergeten. Oh, wat we Fred, gaan doen is helemaal naar beneden. Dit gaat 100% omhoog, fout, jongens. Omhoog. Ik weet nu al dat het helemaal fout gaat. Omhoog. Knop. Zit. Knop. Daar gaan we. Oh, ik zie jullie in de ruimte. Huh? Hallo? Fred! Fred, zet jij die muziek aan? Zet hem eens uit! Hallo! Dames en heren. Oh mijn god. Fred, wij zijn geen dames. Op de plaats van bestemming. Fred, je bent thuis! Hoera! Fred! Je weet dat we met z'n tweeën zijn. Je weet ik ben Fred. Je weet dat we met z'n tweeën in dit kleine raketje al veel te lang zitten. Dat je niet elke keer over de intercom hoeft te praten als er iets te melden is als ik beneden ben. Je kan ook gewoon roepen. Ik was je kwijt. Maar ik hoorde, we zijn er. Ik zie alleen nog maar sterren. Hier doorheen zie ik sterren. En tot mijn verbazing zie ik hier alleen nog... Oh mijn god, ik zie hier niet alleen nog maar sterren. Wow, wat is dat? Hey, de aarde! Dat noemen ze een ruimteschip. Fred, en daar is de... Je ziet de aarde. Wauw. Mooi, hè? Ik hou van groen. Ja, ik weet het. Het is heel groen. Mooi. Mooi, maar oh my days, daar is... Oh mijn god, is dit het goede... Is dit... We horen wie het te zijn. Is dit van ons? Is dit van Frederik? Ja. Weet je het zeker? Ja, laat maar, we weten het zeker. Daar... Wat ben je aan het doen? Hallo, wacht even. Dat is de Kaboom 3000. Oh mijn god, jongens, de Kaboom 3000. Ja, dit is voor Frederik. In mijn basis zag de Kaboom 3000 echt uit als de grootste raket die er was. En hier is het gewoon echt een miertje vergeleken met het hele apparaat wat hier vliegt. Nee. Oh mijn god, hallo Fred. Hoi. Wat is dit? Hoe kom jij aan een papiertje? Ik heb een briefje gekregen. Van Frederik. Zie je de fax of zo? Of... Ja, uitgeprint. Je wilt niet weten waar het vandaan komt. Oh nee, dan wil ik het zeker niet weten. Hou dat ding maar weg. Ik wil niet weten waar die uit is gekomen. Uit de printer. Je kan het lezen. Ah, waar zit die printer in jouw lichaam? Oké, nee, duidelijk. Gelukkig kan ik het ruiken door mijn beeldscherm. Hoi, en... Fred, dit kan ik allemaal niet lezen, dat weet je. Het is voor mij allemaal abracadabra.
Ik weet niet of jij het kan lezen. Fred wel. Hoi, Frederik hier. Ik zie jullie wel. De koffie staat klaar. Ik zie jullie zo. Groetjes, Frederik. Ja. Hij heeft ons door. Ik denk het wel. Wat gezellig. Oh, jongens, nee. Frederik weet het. Frederik weet het. Nee. Ik ga klaarmaken voor vertrek. Nee. Wacht. Oh, mijn god, Fred, rustig aan. Ik kon nog heel even wachten. Ik moet even een plan bedenken. Frederik weet dat we er. Nou, doe jij wat je denkt trouwens maar. Daar. Frederik, jongens, Frederik weet dat we er zijn. De aarde is daar. De Kaboom 3000 die staat ook echt in de richting om gewoon zo te gaan vliegen. Zo poep, richting de aarde. Oh, mijn god. Hij weet dat we er zijn. Dit kan nooit goed gaan. Jongens, we hebben een groot probleem. Laat even in de reacties weten wat ik moet gaan doen. Frederik weet dat we er zijn. Fred die wil er heel graag heen. Maar Fred is weer goed. Die hoort weer bij mij. Toch, Fred? Ja. Dus jongens, laat vooral weten in de reacties wat ik moet doen. Vergeet ook niet te liken. Maar voor nu, kijk lekker deze video. Dit is het vorige Content Veen deel. Hierin zijn Fred en ik van gedaante verwisseld. Hij werd mij, ik werd hem. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dat heb je deze video gezien. Maar heb je nou die video niet gezien? Kijk het dan nu. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Moe.